denk dat er toch nog best wel wat mensen zijn die, ja, die schaamte ervaren of ja, die toch wel angst hebben. Wij zijn er juist om erger te voorkomen. Je merkt dat er steeds meer mensen met hulpvragen op ons afkomen. Omdat de boodschappen duur zijn, de energieprijzen stijgen. Ja, zaken worden gewoon minder betaalbaar voor mensen. En mensen verliezen het overzicht in hun inkomsten en uitgaven. Nou ja, en wij proberen mensen uiteraard weer op de rit te krijgen. Wij helpen mensen dan om inzicht weer te krijgen in inkomsten en uitgaven. Wij helpen mensen om die administratie op orde te krijgen. Of wij openen samen de post, wij ordenen dat samen. En dan maken we dus een overzicht van die inkomsten en uitgaven. Kijken waar mensen nog op kunnen besparen. Of dat mensen nog kunnen wisselen van abonnement. Dat kan soms ook een oplossing zijn. En wij vragen eventueel ook samen toeslagen of een kwijtschelding of een subsidie aan. Om die inkomsten weer te verhogen. Soms melden mensen zich rechtstreeks. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Ja, ik denk dat dat ook weer in die schaamte zit. Maar ook via een woningcorporatie of een stadsbank of een wijkcoach worden mensen vaak aangemeld bij ons. Nou ja, als wij dus een melding krijgen van een stadsbank of een wijkcoach, ga ik allereerst op huisbezoek bij een inwoner. De inwoner kan mij dan, of vertelt mij dan over de situatie waar hij of zij mee te maken heeft. Vervolgens koppel ik een vrijwilliger aan een inwoner. En die gaat dan de boel op orde brengen samen met de inwoner. Het is zelden dat we geen resultaat boeken. Mensen zijn uiteindelijk heel erg tevreden. Hebben de administratie weer in mappen zitten, durven de post weer te openen. Betalingsregelingen zijn soms getroffen. Mensen weten hoe ze nog meer inkomsten kunnen genereren door bepaalde toeslagen aan te vragen. Of een kwijtschelding te regelen. Mensen gaan eigenlijk wel heel erg gelukkig, zelfstandig verder.